Ik sta hier bij de brug, het startpunt van dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. De eerste dijkvakken tussen Waardenburg en Haafden zijn klaar. Deze jas heb ik niet meer nodig. Dat we de dijk niet voor niets versterken, dat is al gebleken tijdens het hoogwater van de afgelopen weken. Vandaag is een bijzondere dag. We markeren een bijzonder moment. De dijk is klaar en dan gaan we vieren. Dan gaan we vieren met interviews van een aantal bestuurders en bewoners aan de dijk. Let's go! We lopen hier naar een prachtige plek aan de dijk. Prachtig uitzicht op de uiterwaarden. Hier zit mevrouw Ekkelin. Mevrouw, u zit hier heerlijk te moeten volgens mij. Ja, het is erg ja. Komt u hier vaak? Ja, ik kom hier wel vaker om uit te kijken over de vogels en het water en alles. En ik ben hier ook vaak geweest bij de dijkverzwaring. Want dat was een prachtige klus. Een hele mooie bezigheid geweest die bij mensen. Ja. Nou, dat ben ik helemaal met u eens. Op de plek waar we nu staan, daar komt een bankje te staan. Mijn dat nou. Bankje staat er nu nog niet. Want we hebben hoog water gehad, vorst en sneeuw. Dus we konden dat bankje nog niet plaatsen. Maar als dat bankje er staat, gaan we hier dan vaak dat bankje zien? Nou, ik denk ja. Alle gasten die hier komen willen het water ook wel eens zien. En het zitten meestal mensen die niet direct aan de rivier komen. Ja. Precies. Ja. Nu komt de bank te staan op een plek die beheerd wordt door de provincie. En daar komt mevrouw Ans Mol aanlopen. Goedendag. Goedendag. Hallo. Dag mevrouw. Wij staan hier samen te genieten van het prachtige uitzicht. Hoe kijkt u naar deze plek? Nou, ik kan me voorstellen dat je hier een bankje neer gaat zetten, want het is natuurlijk een fantastische plek. Maar het belangrijkste vinden wij dat het de dijk, want daar gaat het natuurlijk om, dat die ook veilig is gemaakt. He, dat de bewoners die hier achter wonen ook weer veilig zijn. En dan ook met behoud van deze mooie omgeving. U heeft die dijkverzwaring van heel dichtbij meegemaakt. Ja. Hoe heeft u dat ervaren? Nou, ik vind het erg interessant. Ik meet hier vooraf in mijn tuin en zo. Dat is heel enthousiast over. Ja, dat is heel mooi om te horen. Ik ga naar een volgende bewoner. Ik laat jullie samen even genieten van het prachtige uitzicht. En dan hoop ik jullie hier misschien nog een keertje samen aan te treffen. Wie weet je man. Bedankt. Dat gaan we een keer doen. Tot ziens. Ja, tot ziens. Hoi hoi. Ja. Duidelijk omringd door een prachtige nieuwe dijk. Ik zie daar al Heemraad staan in gesprek met de bewoonster. We gaan dus vragen hoe de dijkversterking is gelopen. Hallo, sorry dat ik jullie even onderbreek. Ja. U woont hier op deze prachtige plek. Die dijkversterking is bijna in uw woonkamer heeft hier plaatsgevonden. Klopt. Hoe heeft u de dijkversterking ervaren? Het was erg intensief. Het ging, emoties gingen hoog en laag. Ik vond met de mensen samenwerken vond ik heel prettig, moet ik zeggen. Had een goede contacten. Ik vond het gewoon heel erg interessant. Dat moet ik zeggen. Ik vond al die graafmachines. Op een gegeven moment stonden hier drie grote graafmachines bij elkaar te graven. Nou, iedereen kwam foto's maken, ook van de dijkversterking zelf, de mensen. Want dat was uniek dat ze bij elkaar stonden. Maar verder was het... ik hou wel van reuring. Kijk, die reuring heeft u gehad. Dat was er zonder meer, ja. U staat hier in gesprek met onze heemraad, Henk van het Pad. Goeiedag. Goeiedag. Fijn dat u er ook bent. Mm-hmm. Het waterschap is natuurlijk een belangrijke partij in deze. Maar wat doet het waterschap nou eigenlijk in combinatie hier met deze dijkversterking? Nou, wij zorgen dat de bewoners zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de dijkversterking. Dat ze ook een zegje kunnen doen, wat ze ervan vinden in het voortraject al. En ook tijdens de uitvoering kijken we op welke manier we de bewoners kunnen betrekken. Als u nou zo'n mooi project als Gorinchem-Waardenburg bezoekt, wat vindt u dan eigenlijk het mooiste om te gaan kijken? Het mooiste zijn de werkzaamheden zelf, als mensen echt aan het werk zijn en als de contact ook met de bewoners is. Ja. Dus die combinatie. Ja, nou kan ik me voorstellen dat als u zo'n werk bezoekt, dat u dat niet doet op deze mooie schoenen, maar dat u daar laarzen voor aantrekt. En mij is verteld, u heeft hier nog laarzen staan. Of ergens, ja. Hebben ze een beetje getracht schoon te krijgen.
Ze waren erg smerig, ze zijn nog niet verschoond. Mag ik u deze laarzen overhandigen? Ja, dat mag. En het is nog precies mijn maat ook, maar 42. Dus dat komt heel goed uit. Zo. Die kan ik gebruiken voor volgende projecten. Mevrouw, bedankt dat we hier even mochten zijn. En ik ga met meneer van het Pad op naar de volgende wijk. Ja, nou, hartelijk dank. Ja. En tot ziens. Tot ziens. Ja. Tot ziens, ja. We lopen hier op een prachtig aangelegde nieuwe weg. En dan kom je tegemoet Jacqueline Hartman. Wethouder gemeente West-Betuwe, klopt. Wat is uw betrokkenheid bij het werk? We hebben hier te maken met een heel uitdagend, complex, maar prachtig dijkversterkingsproject. Daarom sta ik hier, omdat ik betrokken ben als portefeuillehouder dijkversterking. En waar ik ontzettend trots op ben, dat is de samenwerking die we hebben gehad, ook met de Alliantie in de uitvoering. Want ga er maar eens aan staan. Delen van de dijk zijn afgesloten, daar hebben mensen heel lang niet kunnen verblijven of recreëren. Dat vraagt wat van mensen. En wat we ook hebben gedaan, en daar ben ik ook heel trots op, is dat we heel goed hebben geparticipeerd en gecommuniceerd. Zou je het op deze manier gewoon weer zo doen? Ja, nou, ik denk het wel. Tuurlijk zitten er ook leermomentjes in, en laten we eerlijk zijn. Dat is natuurlijk goed ook in zo'n proces. Maar als ik over het algemeen kijk, dan zou ik het zo weer doen. Alleen we hopen het niet, zeggen droge voeten. Dus we moeten hier voorlopig even mee door kunnen. Ja, precies, precies. Ja. Daar zullen het velen met u over eens zijn. Daar komt iemand aan. Goeiedag. Goedemorgen. U komt hier net aan fietsen voorbij een afzettingsbord. Heeft u die gezien? Ja, dat heb ik gezien. Ja, wie bent u eigenlijk? Ik ben de molenaar van de Haafden. Okay. Ik kom net van de molen vandaan. Heeft u veel last gehad van de dijkversterking? Best wel wat, maar ja, het hoort erbij. Ja. Dus we gewoon verder, we moeten allemaal werken tenslotte. Ja, nou, zo is het. De weg is weer open. We hebben het er net over hier zo. Maar dat bord staat er nog. Zullen we hem anders met de drieën omdraaien? Ja, fijn. Nou, daar zijn we dan. Het bord wat ervoor zorgde dat het verkeer weggehouden werd van de dijk. Niet meer nodig. Tijd om hem om te draaien. Voordat we hem omdraaien, even aftellen. Ja. Drie. Twee. Eén. Kijk aan. Zo. De weg is weer open. Zo is het. Zijn de molen veel bereikbaar. Zullen we die molen dan ook maar gelijk even bezoeken? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Oké. Hier is het nog niet helemaal klaar. Uiteindelijk wordt het hier net zo mooi als op het stukje waar we net stonden. Zijn we die mooie molen aan gekomen? Ja hoor, ik heb de sleutel, maar dat is het ook.